buiten lijn te doen. Ja, goed, kom maar. Moet ik alles hier doen? Gil, kom je even. Ja, is goed. De rem bewaren. Nou, wat is er dan? Ik geef hem nou mee met verzet. Als ze niet terugkomen, geef het dan aan Bertus. Ja, na de splitsing 60 stappen rij door. I'm a friend. I'm here to help you. So you are Bertus? No, Bertus is dead. I'm Michiel. I'm a friend. Michiel, come in. Alright. Ah! My leg! What's wrong? It's hurt. I've been shot. Oh, maybe I can help. My sister is a sister. A sister? Yes, she... A nurse? Yes! She's a nurse. Can I help? Bring her here. Wat doen jullie hier nog zo laat? We zijn hond halen. Een toad is op. Oké, okay. Pas wel op, hè. Wat hier allemaal kan gebeuren. Wie is hij dan? Jack. Hij zit hier in. Hij heeft zijn benen gepot. Hello, so you must be Michiel's sister. Yes, that's me. So you can help me? Oh, you're wounded. Thanks, mate. Hallo kijkers, vandaag zit op de bank bij Bob. Hij speelde Jack en had een grote rol in de film Oorlogswinter. Hallo Jack. Hallo. Hoe was het om zo'n rol te spelen in zo'n grote film? Ja, het was iets totaal nieuws voor mij. Dit is mijn eerste film, dus ja, ik hoop dat ik nu verder kan groeien. Dat ik in betere films kan spelen of dat ik iets kan doen voor de tv nog. Ja, ik had gehoord dat je wel wil met films, Nederlandse films voornamelijk. Ja, ik hoop dat ik nog ooit een andere film kan spelen en daarna misschien nog een paar, zodat ik een beetje bekend word en dan uiteindelijk in Hollywood films kan spelen. Ja, natuurlijk. En wat vond jij zo'n leuk deel uit de film? Ik vond het wel leuk toen de verpleegster ging verzorgen. Dat was wel een leuk momentje. Ja, oké.
Nou, oké, kijk eens, jullie hebben het gehoord over Jack, Bob en het echt dan. En bedankt voor dit interview. Ja, bedankt. Hallo kijkers, dit keer zitten we Hallo kijkers, ditmaal zitten we op de bank bij Tom, de hoofdrolspeler uit Oorlogswinter. Hallo kijkers, dit keer zitten we op de bank bij Tom, de hoofdrolspeler uit Oorlogswinter. Tom, wat vond je ervan? Ja! Dat goede lampje die Dit is een slokje van dat lekkere water. Hey. Lekker, Tom, lekker, hè? Hallo kijkers, deze keer zitten we thuis op de bank bij... Wat? Ik... Oké. Fucking hell. Hallo kijkers, deze keer zitten we op de bank bij Tom, de hoofdrolspeler uit Oorlogswinter. Tom, wat is... Hallo kijkers, vandaag zitten we op de bank thuis bij Tom. Hij speelt de hoofdrol Michiel. Hallo kijkers, vandaag zijn we thuis bij Tom. Hij speelt Michiel, de hoofdrolspeler in Oorlogswinter. Ja. Hallo kijkers, vandaag... Hallo kijkers, vandaag zitten we op de bank bij Tom. Hallo kijkers, vandaag zitten we op de bank bij Tom. Hij speelt Michiel, de hoofdrolspeler in Oorlogswinter. Hoe vond je het om Michiel te spelen in de film? Was echt geweldig. Ik had nog nooit in een film gespeeld. Dit was de eerste keer voor mij in de film. Het was een leuke ervaring. Ja, je was ook vrij jong. Je was pas 15. 14. Waarom beginnen jullie dan over buiten, man? Stomme peniskop. Hallo kijkers. Hallo kijkers. Vandaag zitten we op de bank bij Tom. Hij speelt Michiel. De hoofdrolspeler in Oorlogswinter. Hallo kijkers. Hallo kijkers. Vandaag zijn we thuis bij Tom. Hij speelt Michiel en is de hoofdrolspeler in Oorlogswinter. Ja, schat op man. Kap man. Hallo kijkers. Vandaag zijn we thuis bij Tom. Hij speelt Michiel en is de hoofdrolspeler in Oorlogswinter. Michiel, hoe vond je dan te spelen in deze film? Ja, het was echt geweldig. Ik had nog nooit in een film gespeeld. Het was de eerste film voor mij en dan meteen zo'n groot succes. Leuke ervaring. Ja, je was pas 14 toen je in de film ging spelen. Ja, oké, ga dan. Wat vond je het leukste stuk in de film? Het leukste stuk? Toen ik... die brief had, toen ging ik bij de kruising, ging 60 stappen vooruit, ging Jack zoeken. En toen had ik hem uiteindelijk wel gevonden. En toen de volgende dag weer met mijn zus dan, ja, dat was. Dat was die naam. Dat was leuk, moet je gewoon zeggen. Fuck, of opnieuw. Hallo kijkers, vandaag zijn we thuis bij Tom. Hij speelt Michiel, de hoofdrolspeler in Oorlogswinter. Hallo, Yes, no, me. Doen we eens niet komen. Stim blijven! Hey, Bethel. Well, okay.